Yo, wat up gasten, welkom bij een nieuwe aflevering van... Goede banjo, slechte banjo. Yeah, met een nieuwe dorpbewoner, Rick, hallo. Hallo, dorpbewoner. Hey, hallo, ben je al een keer in de stad geweest? Nou, ik spande wel hier op een of andere reden, maar voor mij ben ik er nog nooit geweest. Oh, dit is zo spannend dan, hè? Spannend. Spannend. Sjak, dier, mooi. Oké, Rick. Allereerst, nou, dit is de stad. We hebben hier onze farm, zoals het hoort. Oh, wauw, best een grote farm. Dank je, dank je. Het is, ja, weet niet. Het is van een Jordi. Dus als je iets wil, kom, Jorik, springen! Yeah, Jordi is er niet bij! Jordi is er niet bij, alles kan kapot. Verneuk de hele farm, jalala. Ja, het is wel handig om misschien wat aardappeltjes op te pakken. Oh, ik kan geen... Oh, god. Oh, nu zit ik hier trouwens vast met jou. Het is niet te bedoelen. Oh, hier, we worden gewoon aangekeken door die dude hiernaast. Van, fuck jullie. Niet mijn aardappelen. Ja, het is echt een soort Jordi. Ja, inderdaad. Oh. Jongens, nee. Oh, god, dit heeft de kijker niet gezien. Wat, wat deed je? Ik heb blijkbaar game mode. Ja, ik zie het. Ik dacht dat je zo'n dek in één keer kapot, of niet? Godverdomme, Jordi! Nou, dit wordt een beetje de Rick-aflevering, blijkbaar. Wat heb ik hier nou mee te maken? Nou, kijk, wat... Godverdomme, ik kan niet mijn eigen dingen weghalen. En Jordi heeft mijn god mode gegeven. Dus eigenlijk, we moeten deze aflevering doen. Moet ik gaan doen in god mode. Ja. Totdat Jordi terug is. En ik heb geen tools. Nee, zo goed als niet. Maar, ik kan je wel even brengen naar het huisje van mij en Jordi. Ja, is goed. Nou, daar. Godverdomme. Waar? Hier zo. Oh, godverdomme, ik heb mijn Facebook aangelaten. God, alle machtige. Oh, daar komen die plullen. Ja, echt. Dan alle kijkers thuis zitten nu waarschijnlijk. Heus, heb ik mijn Facebook aan? Nee, dat ben ik. Oh ja, yeah, vrienden. Nee, heb je niet. Nee, Bardo heeft vrienden, jij niet. Motherfuckers. Nou, hier, het is mijn huis. Oké. Okay. Je hebt echt een waardevolle chesten, man. Ik neem je arm en sword mee als je het niet echt vindt. Ja, nee, pak alles maar. Ik, ja, fuck it. Oké, cool. Nou, in ieder geval... Wacht, ik wil ook even helpen dan. Ik wil graag meteen eventjes mijn bijdrage doen, zeg maar, aan... Hoe heet de stad? Heet het ook gewoon Banjo Town? Het heet gewoon Banjo Town. We werken aan Banjo Town. Nou, oké, tof. En hier gaat iedereen leven van Banjo Town. Dit is het huis van Jordi. Oké. Misschien, ik weet niet. Kijk even hier. Kan je wat uit? Pak me. Waarom deed je dat? Omdat die lul mijn godmode heeft gegeven. Al Jordi spullen. Klopt, jij hebt al zijn spullen opgepakt. Ik wat weet een macht. Wacht, ik geef ze even gauw. Oh, nee, god, ik gooi de borg het hout weg. Dat had ik juist nodig. Ik wil even de kisten terugmaken, want anders dan is hij zo meteen de helft van zijn spullen kwijt. Dat is nogal zonde natuurlijk. Hup, ik heb je één kist gegeven. Hij heeft gewoon een music disc, jongen, die Jordi. Wat, heeft hij een music disc? Ja. Wat doe ik op Jordi nou weer in een music disc? We moeten diamonds zoeken, dan kunnen we de music disc afspelen. Wordt dat het ding van deze... Ja, god, ik kan niet meedoen, dat is het stomme. Ik wil Jordi al te bereiken? Sorry? Probeer je al contacten met Jordi op te nemen van... Hé, hey Jordi, flikker. Haal me zo'n game. Je kent Jordi. Jordi zit gewoon aan zijn pielenmuis te trekken thuis. En zegt hij dat hij bij zijn vriendin is, ja. Ja, jongens, sorry, ik was met mijn vriendin de hele dag. Ja, sure, Jordi. Het is allemaal wel, joh. Ah, dit ga je toch niet meenen? Zit ik vast tussen... Ik zit hier vast, Jordi. Godverdomme, Rick. Ik zit kan vast... alles kapot maken. Hoe kun je nou weer vastzitten? Ik zit hier vast op een paard. Dit is de spawn of zo. Je moet left shift, want dat is met mijn karretjes. Dan heb je dat je per ongeluk kapot staat als je op buttons drukt. Dus we hebben ze left shift gedaan als je eruit wil. Ah. Kijk, heb je gewoon mij als Minecraft klein beetje expert? Klein beetje expert. Oh god, Rick. Het eerste wat ik wou doen is een kleine aanpassing maken aan jullie huis eigenlijk. Oké, cool. Zal ik je eerst even de stad nog laten zien? Heb je een idee van wat alles is? Oké, wacht even. Second. Ja, oké, wacht. Ik kom eraan. Sergeant Bardo. Cool, volg mij. Oké, cool. Nou, dit is een huisje, dat is een huisje. Dat is een huisje. Dat waren de eerste twee huisjes. Al, dit is een derde huisje. Oh, wauw. Dat is wel erg veel huisjes. Dit is, zeg maar, de douche, de bad van de stad. Gewoon lekker in. Kun je onder misschien een coole secret geheime... Ik wil daar wel wonen. Mag dat? Ja, het zou kunnen. We hebben hier ook nog heel veel plekken om een huis te maken. Maar hier kan ik een geheim huis maken. Een geheim huis? Ik heb wonen en toch is het geheim. Oh, dan ga je gewoon... Weet je wat je daar kan doen? Maak je gewoon zo'n huisje. Die zet je hier neer. Dan denk je, wat een kuthuisje. En dan uiteindelijk als je eronder bent, is het BAM, Rick. Nee? Dat ik gewoon de ingang van mijn huisje in een huisje maak.
Precies. Nee, meer dat je dit doet als decoy, weet je wel? Zo van, ha, wat een klein kuthuisje heb ik. Totdat je de echte ingang weet. Oh, we hebben wel iets van pistons nodig, dat ik echt een geheime ingang kan maken ook. Oh god, hadden we maar iemand die per ongeluk gold mode heeft en er niet vanaf kan komen. Oh, ja. Ik kan het net zo goed maken, ja. Als je met wat redstone en wat pistons geeft en wat hout. Nee, voor de rest, de stadsmuur, die heb ik helemaal gemaakt. Mooi, hè? Echt waar, ik geloof er niks van. Godverdomme, je kijkt dus niet eens goede banjo, slechte banjo vorige week. Nee. Godverdomme, Rick. Sorry, man, hey. Uren werk ingestoken. Ja, in ieder geval, dat is een beetje de stad. We zijn nu bezig met het inkleuren ervan. Heb jij nog leuke ideeën ervoor? Nee. Oké, je had wel een leuk idee voor ons huisje, toch? Ja, jullie hebben mooie rode ramen. Ik dacht, die kan ik wel roze maken. Ik heb al roze glas gemaakt. Roze glas? Ja. Oh, je wilt homoerotische... Oh, kut. Zoals dat glas dat Jordi nu heeft, dat tikken we er gewoon uit. Dat heeft Jordi waarschijnlijk gemaakt, heel trots. Ja. Ah, oh, fuck. Sorry, bro. You hit me! Dat is van Batman, toch? Hit me! Nee, ja. Niet Batman. Oh, fuck it. Hit me, baby. Of zoiets. Oh, dit is al mooi. Dit is leuk. Dat is veel beter. Dit is leuk. Dit is fleurig, ja. We kunnen ook, als ik nu al Jordi's spullen pak, dan moet je wel mij kiezen voor de aflevering in plaats van Jordi, want ik heb alle spullen nog in mijn inventory. Dus jij wil dat gewoon... Dat is een goed idee. Jij wil gewoon graag meedoen. Hoe komen jullie aan een spawn sheep ei? Oh, die is van mij. legit. Ik ben eerlijk, let op. Puur omdat ik niet weet hoe ik van mijn gold mode afkom, ga ik nu alle schapen slachten. Ik ga ruzie krijgen met Jordi hierover. Maar... Nee, maar daar ga je echt ruzie mee krijgen, want die krijgen we niet meer terug. Klopt. Ja, maar ik vind deze hele banjo town is eerlijk. En ik vind niet dat we met spalneieren moeten lopen kutten. Dus sorry, Jordi. Ja. Ik ga ondertussen even iets wat schilderijen maken voor Jordi's huis. Want ja, ik denk dat Jordi nogal verdrietig is hierna. Godverdomme, ik kan gewoon vliegen. Dan komt Jordi straks thuis in zijn huisje en dan zitten allemaal mooie schilderijen in. Dit is, ja, god, het is allemaal een mooie schilderij. Het erge is gewoon, ik kom er dus nu net achter dat ik in één keer kan vliegen. Ja, natuurlijk, je zit in god mode. Ja, maar dat, Jordi, godverdomme man. Moet je even een diamond shit hebben? Ja joh. Want hier heb je penning terug. Dank je, dat is nog het belangrijkste natuurlijk. Kijk, een schedel en een hand en... Oh, wat mooi. Ik kan nu wel trouwens, nu ik toch niet van mijn gold mode af kan komen, kan ik wel mooi van bovenaf filmen zo. Wow. Oh, wat een mooie Rick-perspectief. De Rick-cam. Is dit de Rick-cam? Ja. Oh, wauw. Wat gaat de Rick-cam allemaal doen? Hij pakt Jordi's schepje. Want dat is leuk. Wat? Hebben jullie al diamonds gevonden eigenlijk in iets van 12 afleveringen? Was ik dat? Wow, cool! Kijk dan, Rick. Als je valt, dan... Kijk dan. Ja, klopt. Dat wist ik niet eens. Sorry, hoor. Sorry dat ik niet zo... Het spijt mij ook, man. Hè? Sorry dat ik niet zoveel Minecraft speel. Maar, serieus, wat doen jullie? Wat hebben jullie nou gedaan in 12 afleveringen? Dit. Deze, deze stad gemaakt. Wat is dit nou weer voor rare steenproeven? Wat? Nee. Ja! Ik heb ook echt geen pickaxe of zo. Ik zit gewoon hier met een koe. Kijk eens, 4 blokjes voor je bakjes. Dank je. Oh, hier, ik kan toch. Ze vallen direct dood. Ja, maar dan bedankt, man. Hey. Oh, hier, één schaap. Je hebt overleefd. Woehoe. Huh, een baby schaapjes, cool. Nou, ah, nee! Oh ja, ik heb toch kop, man. Oh, wat ik kan vliegen. Ja, dikke lul. Hoe ga jij hieruit komen? Ik heb hout bij me. Oh. Dat is pittig genaar. Take me down, bro. Dat vind ik weer flauw dat je hout bij je hebt. Dat heb ik van Jordi gepakt. Je hebt het huisje wel opgemaakt gewoon, wauw. Ik dacht die Rick maakte een grapje. En jammer dat dit net Jordi's huis is, dat is dan weer jammer. Oh, maar ik kan ze ook gewoon bij jouw kant plaatsen, hoor. Doe maar, even naar mijn kant. En dan ga ik de kijkers langzamerhand bedanken voor het kijken. In de hoop dat we Jordi ooit te pakken krijgen en dat ik van deze gold mode af. Kunnen we nog een paar van de schapen roze maken? Ja, ik heb alle schapen vermoord. Je hebt ze al doodgemaakt. Alle schapen zijn dood. Maar als je ze gewoon roze had kunnen maken, hadden we roze wol kunnen farmen. Keihard. Ik heb hier één schaapje. Eén zet ik er terug, dan hup, kijk hier. Oh, toch niet zo heel erg. Nee. Opeens niet meer. Oh, opeens toch wel weer.
Ik doe die weg. Hup, heb je Gerard... weed bij je? Heb je weed bij je of niet? Rick, we gaan geen drugs gebruiken in deze video, man. Oh man, maar kom op, heb je bij je of niet? Ik voel niet of we het gaan gebruiken, ik vroeg gewoon even bij je had. Ik heb geen weed bij me, sorry man. Oh, ja, het schaap heeft het hartstikke nodig namelijk. Oh man. Volgende aflevering kunnen we dat gaan doen, deal? Ja. Nou jongens, heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering met Rick. Hallo. Hallo Rick. Nou. is dit geen intro, wat? Dat was hem al, dit was de aflevering al. Hij is wel niet zo heel lang. Nee, het is 10 minuten man, god, wat verwacht je? Wil je dat we door gaan lopen zonder kop? Oh, godverdomme Rick. Je hebt echt maar één taak en je verneukt het. Gewoon... Ik zou die creeper staan, dacht hey. Jongens, heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Wij kunnen morgen alweer beginnen aan de nieuwe muur. Hartstikke bedankt voor het kijken. Geef vooral een groen duimpje en laat het je. Later. Bye.